hoort natuurlijk vaak veel voordelen als het gaat om locatie-onafhankelijk werken. En ik ben natuurlijk iemand die dat ook zeker stimuleert en waarvan ik ook zeg, ja, ga dat zeker absoluut doen. Het heeft zoveel voordelen en het ziet er natuurlijk ook heel vet uit als je natuurlijk lekker vanaf de tofste plekken van over de hele wereld kan werken. En natuurlijk voordelen zijn dat je natuurlijk geïnspireerd raakt, nieuwe mensen ontmoet, nieuwe ondernemers ontmoet. De tijd en de ruimte creëert voor nog meer nieuwe ideeën om je plannen uit te werken en noem maar op. Dus er zijn natuurlijk heel veel voordelen van locatie-onafhankelijk werken. Maar waar je niet zoveel over ziet en hoort, is natuurlijk dat er ook nadelen zijn aan locatie-onafhankelijk werken. En ik moet zeggen, ik ondervind die nu natuurlijk ook, nu ik hier nu ben. Ik heb al, ook al in het verleden vele reizen gemaakt, veel gebackpacked, ook door Azië en ook door Nieuw-Zeeland en noem het maar op, dus al veel gereisd. Maar ik moet zeggen, er is iets wat eigenlijk nooit went en wat ik nu ook weer ervaar. En dat is het feit dat het vluchtige leven, alles is zo tijdelijk allemaal. Zelfs als je voor langere tijd op één plek blijft. Dat heb ik nu ook. Bijvoorbeeld toen met mijn backpackreizen ging je natuurlijk al veel sneller van het een naar de andere plek. Dus dan deed je eigenlijk die verandering zelf. En dan ging je echt, ik was max denk 3 of 4 dagen op één plek. En dan ging je vaak alweer verder. Want dan had je het daar weer gezien, ging je weer verder. En dat was zeker mijn eerste backpacktrip trouwens, zit ik te denken. Daar heb ik 3 maanden gereisd door Azië. En toen heb ik landen aangedaan. Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam en Indonesië in 3 maanden. Als je dat al zo hoort, dan denk je misschien ook, wat een ziek reisschema. Nou, dat was het inderdaad ook. Maar op dat moment zat je in die flow en ging je ervoor en was het geen probleem. En het was ook 3 maanden, dus dat was helemaal oké. Maar nu merk ik, nu ik natuurlijk locatie-onafhankelijk werk, is dat natuurlijk anders. Ik blijf langer op één plek, want als je om de 3-4 dagen weer naar een nieuwe accommodatie gaat, ja, dat heeft gewoon helemaal geen zin. Dan kom je helemaal niet toe aan je werk natuurlijk. Dus ik blijf voor langere tijd op één plek. Ik ben nu eigenlijk steeds in Canggu op Bali. En is heel relaxed en heel fijn om hier voor langere tijd te zijn. Ik heb een uitstapje gemaakt naar Ubud voor een paar dagen, even voor de afwisseling. Was ook echt maar 4 nachten. Ik ga binnenkort naar Singapore in verband met mijn visum. Daar blijf ik dan ook weer wat langer, weer 10 dagen, zodat ik daar ook weer van kan genieten. Zodat ik daar weer langer kan blijven. En dan kom ik wel weer terug ook naar Bali, ook weer naar Canggu. Dus over het algemeen ben ik dus hier op één plek. Maar wat mij wel is opgevallen is dat er zoveel mensen hier natuurlijk zijn die hier ook deels wel wonen, die hier voor langere tijd zijn. Maar toch ontmoet ik, of en iedereen ook wel, veel mensen die on the move zijn. Ook veel ondernemers die hier toch een bepaalde periode zijn geweest en je ontmoet ze. En dan toch 2, 3, 4 weken gaan ze toevallig dan ook weer weg. Want dat is natuurlijk niet precies dat ze aankomen en weggaan op de momenten dat jij aankomt en weggaat. Dus er is echt alsnog een heel hoog verloop van mensen die komen en gaan. Ook al zijn hier mensen, zijn hier heel veel ondernemers die ook hier voor langere tijd zijn. Dus dat is iets wat je wel moet realiseren. Want wat ik dus wel echt een nadeel vind, is echt continu het feit van nieuwe vrienden maken. En het gaat natuurlijk vanzelf. Je ontmoet iemand, je hebt ergens een klik mee en dan is het gewoon helemaal leuk. En dan vervolgens dat het weer eindig is. Dat is echt, en dat kan heel snel zijn, weet je wel. Zeker als je mensen ontmoet waar je echt een klik mee hebt. Dat je echt denkt, wow, wij kunnen echt nog urenlang met elkaar praten, weet je wel. Dat kan echt heel divers zijn. Ik heb bijvoorbeeld hier ook een stewardess ontmoet, een Taiwanese stewardess. Ja, ze is elke keer hier maar een paar dagen en gelukkig komt ze elke keer ook weer terug hier. Zodat ik haar elke keer weer kan zien. Maar daar heb ik echt zo'n klik mee. En dat is ook echt zo tof om te ervaren. Dat is natuurlijk wel weer een voordeel. Van om te zien hoe het leven daar is. En dat we eigenlijk
hebben wij heel erg hetzelfde leven en dezelfde dingen meegemaakt. Dus dat is natuurlijk super tof om zo'n connectie te hebben en te ervaren. En dat je het feit dat je elkaar ontmoet, en dat vind ik echt super tof. Maar tegelijkertijd, alle leuke dingen, alle toffe... eigenlijk hoe leuker het is, hoe zuurder het wordt als het daarna weer weg is. Weet je, als het daarna weer over is. Dus nou ja, daarna moet ze weer gaan en ben je weer, nou ja, alleen. Weet je wel? En dat is niet erg. Dit is natuurlijk één voorbeeld wat ik geef. En dat is gewoon eventjes zuur en dan ga je natuurlijk weer verder. Maar wat ik dus ervaar, dat je dus de hele tijd van dit soort ervaringen hebt. De hele tijd ontmoet je toffe mensen. Is het echt super leuk? Zit je in een super hoge energie? En is het gewoon super tof om met hun te zijn? En het andere moment zijn ze weer weg, weet je wel? En dan denk je, oh shit, balen. Maar weet je, dat kan natuurlijk ook zo weer anders zijn. Want je kan zo in een cafeetje zitten en weer iemand nieuws ontmoeten. Maar ook dat is dus weer... Het is zo vluchtig leven allemaal. En dat had ik van tevoren, wist ik wel. Had ik ook wel bij stilgestaan. Maar nu ik er dus weer middenin zit, vind ik het af en toe toch best wel weer moeilijk. Nu, of moeilijk of lastig. Nu heb ik bijvoorbeeld ook weer iemand ontmoet. Die zit hier in mijn Airbnb in de kamer naast me. Een vrouw ook alleen. Nou, super tof. We hebben het echt, echt gezellig. Weet je, ga je samen eten af en toe. Dus dat is echt heel leuk. Maar vervolgens ga ik weer zondag naar Singapore. Dus dan houdt het weer op, weet je wel. Dus dat is dan echt elke keer... Nou ja, goed. Eigenlijk wat ik me bedacht is dat het een les is van loslaten. Echt. Als je slecht bent in loslaten, als je dat weet van jezelf, als dat een thema is van jezelf, ook gewoon als je in Nederland bent, dat je het lastig vindt om bepaalde dingen te laten gaan of de bepaalde dingen te accepteren of echt mee te gaan met de flow van het leven. Nou, dan raad ik je aan om dit echt te gaan doen, want het is echt een levensles in your face. Hier iedere keer wel weer opnieuw. Dus dat vind ik, nou ja, het is een nadeel. Aan de andere kant kan je dat natuurlijk ook zien als een voordeel, want je leert er wel echt enorm van. Ik leer er echt enorm van om echt te leven in het moment en te genieten en te waarderen van alles wat er is. Van de mensen die je ontmoet, dat ik denk van ja, al was ik in Nederland geweest, had ik hun nooit ontmoet, weet je wel. En je hebt ze nu wel contact met ze, je kan ze altijd een berichtje sturen. Je hebt misschien wel hele toffe vakantieplekken waar je een keer langs zou gaan, weet je, van over de hele wereld. Dus dat maakt het natuurlijk dan weer echt super tof. Dus dat is ook wel weer het dubbele daaraan. Maar goed, dat is wat ik hier ervaar. En eigenlijk wat ik... Nou ja, ik zei dus al een thema loslaten. Hè, wat hier sowieso echt een huge thema is. Wat je hier echt, echt wel leert. Is eigenlijk de thema's waar je in Nederland denk ik ook al tegenaan loopt als ondernemer. Dat het eigenlijk, terwijl als je gaat locatie onafhankelijk gaat ondernemen, dat dat wordt uitvergroot hier. Bijvoorbeeld bij mij een thema, echt een heel, daar ga ik heel open en eerlijk over zijn. Ik ben heel goed om dingen te overdenken. Ik kan heel goed alles nog eens bekijken, er echt mijn hersenen over breken, denken dat dingen anders moeten, terwijl het gewoon goed is zoals het is. Nou goed, ik kan er echt uren aan besteden om over dingen na te denken, wat me eigenlijk helemaal niet dient. Nou ja, goed, als ik hier zit, dan merk ik ook dat ik, dat je al snel natuurlijk heel als je op een vreemde plek bent, schiet je natuurlijk al heel snel in de patronen, in de oude patronen waar je gewoon in zit en waar je in handelt. Dus hetgeen wat jouw thema is, of hetgeen wat je te leren hebt, kom je hier sowieso tegen. Ga je sowieso hier ervaren, echt tot de max gewoon. Dus sowieso het thema loslaten, maar ook nog de thema's waar jij je stappen in hebt te maken. En ja, ik noemde het dus nu hier in de video een nadeel en of de nadelen. En ja, dat is wel belangrijk voor je om te realiseren dat dat ook een onderdeel is. Maar laat je er niet van afschrikken. Want juist vind ik dit wel weer echt super tof. Kijk, aan de ene kant is het kut. En heb je gewoon je lessen te leren. En dan, het is niet altijd leuk, weet je wel. En soms... is het gewoon ook lastig en soms denk je, ja, je loopt gewoon tegen jezelf aan. En daar leer je natuurlijk een hoop van. Maar dat is niet altijd leuk en altijd gezellig en altijd maar lachen, weet je wel. Dat is natuurlijk niet zo. Aan de andere kant is het ook wel weer heel goed om dit door te maken. Want ik weet zeker, ik zoek dit juist ook bewust op, want door dit te doen ben ik dus mezelf meer bewust
van de lessen die ik heb geleerd. En ik heb toen wel weer heel veel meer stappen gemaakt en mezelf echt tegengekomen en bepaalde lessen gehad, bepaalde inzichten gekregen. En die inzichten die voel ik ook echt tot diep in mij. Omdat het hier zo, ja, omdat je weg bent van Nederland, omdat je veel meer het echt dieper gaat voelen. En dat is zoveel meer waard. Ik kom als een zo'n andere Meerte terug als toen ik wegging op Schiphol. En tuurlijk ben je sowieso altijd een ander mens dan 4 maanden geleden. Ik ben nu 4 maanden op Bali in totaal zometeen. Tuurlijk ben je altijd een ander mens, ook als je in Nederland zou blijven. Maar ik heb wel het idee dat het hier echt in een rollercoaster is gekomen. En waardoor je echt veel sneller leert en veel sneller jezelf ontwikkelt tot de persoon die je moet zijn of die je wil zijn om hetgeen te realiseren wat je wil in jouw business en in jouw leven. Dus uiteindelijk is het natuurlijk iets wat je nodig hebt en hetgeen wat je te leren hebt. Dus dat is uiteindelijk alleen maar goed. Maar soms ook best wel lastig en kan het een uitdaging zijn. Dus realiseer je dat als je locatie onafhankelijk gaat werken of wilt werken of het misschien al doet en misschien dit ook wel herkent. Realiseer je dan dit, dat het aan de ene kant dus gebeurt, dat het dus niet alleen maar roziger en maneschijn is, dat het alleen maar super chill is. Het kan ook soms best wel heftig zijn. Aan de andere kant realiseer je dan ook weer, zeker als je dit ook al doet en dit herkent, dat dit lessen zijn die je hebt te leren, waardoor je alleen maar meer gaat groeien en wat alleen maar toffer is. Dus dat wilde ik heel graag met je delen. Nou, mocht je dit herkennen of hier op willen reageren, laat dan een reactie achter onder deze video of onder deze podcast. En geef sowieso een likeje, dat zou ik sowieso heel tof vinden. En vergeet natuurlijk ook niet om te subscriben, zowel op mijn YouTube kanaal als op mijn podcast, zodat je geen video's of content mist. Nou, ik zie je snel weer. Doei doei!